In deze video ga ik je 5 tips geven voor mobiele campagnes binnen Google AdWords. We weten natuurlijk allemaal dat het steeds belangrijker is om je campagnes binnen Google AdWords geschikt te maken voor mobiel. En sterker nog, je kunt je daar steeds meer apart op gaan richten. Het internet is steeds meer mobiel en we surfen ook steeds meer mobiel. En steeds minder op laptops zoals deze en vaste PC's natuurlijk. De eerste tip die ik voor je heb is pas je teksten aan voor mobiel gebruik. Dus op het moment dat je weet deze advertentietekst wordt op een mobiel apparaat weergegeven, dan kun je daarop inspelen. Stel dat jij e-books bijvoorbeeld verkoopt, dan zou je in je advertentietekst kunnen zeggen, we hebben nu de Millennium Trilogie in de aanbieding, download hem nu op je mobiel en lees direct. Zoiets. Dus speel met het feit dat je weet dat iemand op de mobiel actief is. Dan zul je zien dat de click-through rates wat hoger zullen gaan worden. De tweede tip die ik voor je heb, met name voor fysieke bedrijven is dat heel belangrijk. Ga werken met de oproepextensie. Je kunt tegenwoordig door een oproepextensie in te stellen binnen Google AdWords ervoor zorgen dat mensen met één druk op de knop vanuit de advertentie direct jouw bedrijf kunnen bellen. Ja, men heeft de telefoon toch al in de hand, dus waarom zou je dat niet willen stimuleren? De derde tip is, kijk goed in je statistieken als je mobiele campagnes doormeet met welk type apparaat je te maken hebt. Denk bijvoorbeeld na over de vraag, zie jij een tablet ook als een mobiel apparaat of is dat zijn eigen aparte categorie? Nou, binnen Google Analytics kun je van elk specifiek apparaat de statistieken bekijken en kun je je daarop richten. Realiseer je wel dat als je voor mobiel gebruik adverteert binnen Google AdWords, dat dat echt gaat over smartphones en dat de tablets dan meer binnen de andere campagnes getarget zouden moeten worden. De vierde tip die ik voor je heb is, als jij een verkoper bent van een app of je hebt een spelletjes-app gemaakt of een diensten-app of wat dan ook, promoot deze dan ook rechtstreeks binnen Google AdWords campagnes. En dat is natuurlijk helemaal goud waard. Want hoe makkelijk is het als jij bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy telefoon of een andere Android gebaseerde telefoon vanuit de Google advertentie mensen direct naar de Google Play Store kan verwijzen om jouw app te downloaden. Nou, dan is de route naar de transactie heel erg kort. De laatste tip die ik voor jou heb vandaag is maak gebruik van de recensie-extensie. Met name binnen de horeca is dat een heel erg belangrijke factor. Dus dat je weet van oké, ik loop nu door de stad, we willen ergens gaan eten. Ik ga even zoeken op wat er hier in de buurt zit. Ja, op het moment dat je dan ziet dat er positieve recensies voorbij komen in de advertentie, dan heb je natuurlijk eerder de neiging om naar dat specifieke restaurant te gaan. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je zou kunnen doen specifiek voor mobiel gebruik binnen Google AdWords. En daarom zou ik graag van jou willen horen wat jij aan je mobiele campagne binnen Google AdWords doet. Op het moment dat je reageert, of het nou binnen YouTube is of op de website dgoc.nl, krijg je van mij een 30 minuten Skype consult over online marketing en kun je me alles vragen wat jij wil.